Dinsdag, de dag na tweede kerstdag, was het weer zover. De leden van de Yamaha's gingen weer deur aan deur om lege flessen op te halen. Het was een win-win situatie. De mensen hun leeg goed werd aan de deur opgehaald en zij sponsorden er meteen twee goede doelen mee. Een gedeelte van de opbrengst kwam ten goede aan Make-A-Wish Nederland. Van de andere gedeelte mogen de leden van de Yamaha's naar Bobbejaanland. Om 4 uur werd vanuit het buurthuis gestart met ruim 50 leden om de flessen in het buitengebied op te halen. Rond 5 uur waren ze daar klaar mee en gingen ze voor een hapje en een drankje naar het buurthuis waar ook de flessen werden verzameld.